Zo rond de 16 weken gaat je pup wisselen. Hij wil dan overal aan knagen en in bijten. En dat kan je behoorlijk tot wanhoop drijven af en toe. Nou, hier een filmpje met hoe ik daarmee omga. Sen is nu bijna 14 weken. En hij krijgt denk ik een beetje last van zijn tanden. Want hij zit overal op de kauwen. En dan ben ik blij met de Ren. Die vast zit aan de bench. Want dan kan ik hem instoppen, zodat ik niet voortdurend bezig hoef te zijn om ons meubilair te redden uit zijn tanden. Of uit zijn bek. En heeft hier een ruime selectie aan allerlei voorwerpen. Met elk een ander gevoel. Waar die lekker aan gaan kauwen. Dus dit is een buffelhoorn. Kijk er veel voor uit. Er ligt iets van rubber. Er ligt een knuffel. Er ligt hard plastic. Iets van touw. Wat gelukkig nog stevig genoeg is. En daarachter ligt nog een... Nog een soort buffelhuisje. Er ligt een kom in. Ergens, daar. Dus genoeg te kauwen. En nou gaat hij slapen. Het grootste deel van de tijd loopt Sen gewoon los in de kamer. En hij gaat in zijn ren op die momenten dat hij niet meer voor reden vatbaar is. Dus hij is aan het slopen en... Ik kan hem niet meer afleiden met iets anders. Dan gaat hij zijn ren in en dan kan hij heerlijk slopen zoveel als hij wil. En heel vaak valt hij na enige tijd heerlijk in slaap.